Een slechte concentratie, duizeligheid en hoofdpijn, dat zijn de dagelijkse gevolgen die Ron de Roy ruim 2 jaar na zijn coronabesmetting nog steeds ondervindt. In een sportschool in Maastricht werkt hij aan zijn herstel met behulp van zuurstoftherapie. Zit hij goed? Ja. Dan gaan we aansluiten aan de machine. Je hoort de zuurstof, hoor je al. Nou, op dit moment krijg je dus eigenlijk 90% pure zuurstof binnen. Die via de concentratoren daar uit de lucht gefilterd wordt. Gaat naar die zak. En vanuit die zak gaat die via de leiding naar rond toe. Nou, hierdoor krijg je dus eigenlijk veel meer zuurstof binnen. En daardoor heeft hij een veel meer langer uithoudingsvermogen. Ik ben ooit begonnen met 10 minuutjes volgens mij en nu 120, 25 minuten. Ron merkt het effect van de zuurstoftherapie in zijn dagelijks leven. In het verleden was ik na anderhalf uur of anderhalve kilometer wandelen, was ik al aan duizelen. En ja, nu kan ik 5-6 kilometer wandelen, moet ik tussendoor wel eventjes stoppen, maar het is niet meer zo zoals dat voorheen was. Zeker een significante verbetering. Jos Diederen werd door een collega sportschoolhouder gewezen op het idee van de zuurstoftherapie. Inmiddels maken er in zijn Maastrichtse sportschool zo'n 12 mensen gebruik van. Ook voor Lenny Paas is de therapie een uitkomst. Zij kampt met een burn-out en een hoge bloeddruk. Ik merk gewoon dat het heel snel gaat inderdaad met verbetering van conditie. En wat ik merk, als ik gewoon 10 minuten op de fiets zit, ben ik na 10 minuten echt gewoon helemaal totaal los. Maar nu met die zuurstof, ik houd het vol en ik ga af en toe hier als een beest keer op die fiets. Ron is er zeker nog niet. Hij realiseert zich dat alles met kleine stapjes gaat. Toch heeft Ron een duidelijk doel voor ogen. Nou, ik zou heel graag weer kunnen functioneren zoals ik dat voor COVID gedaan heb. En dit is nog best wel een traject en er hoort van alles bij. Maar denk ik ook vooral fysiek weer de oude zijn. Yes. Heel goed.